Welkom bij deze video waarin ik jou alles ga vertellen wat jij moet weten over de Oppo Reno 10 Pro. De Oppo Reno 10 Pro. Het is het allernieuwste en meest luxueuze toestel uit de Oppo Reno serie. Hij ziet er fantastisch uit, maar ook technisch gezien is het een meesterwerkje. Het is de koning van de portretfotografie binnen de smartphonewereld. Mijn naam is Rohan en in deze video ga ik jou alles vertellen wat jij moet weten over de Oppo Reno 10 Pro. De Oppo Reno 10 Pro is een prachtig premium toestel. En jij als gebruiker krijgt ook daadwerkelijk een ontzettend premium gevoel bij het gebruik van de Oppo Reno 10 Pro. En dat gebeurt al tijdens het openmaken van het doosje. Tegenwoordig zie je niet vaak meer dat er ook nog accessoires in de doos zitten bij een nieuwe smartphone. Maar bij de Oppo Reno 10 Pro krijg je er een screen protector bij die al op het scherm is geplakt vanuit de fabriek. Er zit ook een 80 watt sneloplader bij en je krijgt ook de USB naar USB-C kabel erbij in de doos. Je bent dus direct helemaal compleet en de telefoon is klaar voor gebruik. We hebben hem hier natuurlijk staan, de Oppo Reno 10 Pro, en het design is echt prachtig. Hij heeft echt een verbluffend ontwerp met vooral een hele slanke behuizing en hij is ook nog eens heel erg licht. De telefoon ligt dus, omdat hij zo dun is en zo licht, heel erg fijn in de hand. De telefoon is dunner dan 8 mm en dat is een stuk dunner dan de meeste concurrerende toestellen. Hij ligt dus ontzettend fijn in de hand en hij blijft er ook altijd helemaal goed uitzien. En dat komt door de Oppo Glow Coating. De coating op de achterkant is een speciale laag die krassen en vingerafdrukken tegenhoudt. De achterkant van de telefoon zal er dus in elk geval prachtig uit blijven zien. En vingerafdrukken en krassen zul jij dus niet snel vinden. Nou, zoals ik dus net al zei, is de Oppo Reno 10 Pro echt een telefoon die prachtig is om te zien en super fijn is om vast te houden. Niet alleen de behuizing is prachtig om te zien. Wanneer je de telefoon aanzet, zie je al snel het adembenemende scherm. Het is namelijk niet zomaar een smartphone scherm. Het is een 120 Hz OLED scherm met 1 miljard kleuren. Omdat het een OLED-scherm is, levert het prachtige kleuren en diepe zwarttinten. Ook wat betreft helderheid zit het dik in orde en het scherm is zelfs in het felle zonlicht buiten heel erg goed af te lezen. Dankzij de 120 Hz verversingssnelheid zien alle beelden er super soepel en vloeiend uit. En nog even over die 1 miljard kleuren, dat is heel erg uniek en die 1 miljard kleuren dat is zwaar bovengemiddeld in de smartphone-industrie. Dit scherm kan eigenlijk elke denkbare kleur weergeven en daardoor ziet alles er super kleurrijk en natuurgetrouw uit. In het scherm vinden we ook een vingerafdrukscanner en die is razendsnel in gebruik. Wanneer je deze gebruikt, hoef je je vinger echt maar een fractie van een seconde op het scherm te leggen en de telefoon ontgrendelt. Naast de vingerafdrukscanner kun je ook nog gezichtsherkenning gebruiken of bijvoorbeeld standaard een patroon of een wachtwoord instellen. Een van de hoogtepunten van de Oppo Reno 10 Pro is het camerasysteem. We vinden aan de achterkant van de telefoon een indrukwekkende cameraopstelling met een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel groothoekcamera en een hele bijzondere 32 megapixel telefotocamera. Deze telefotocamera bevat een om en nabij 50 mm lens. En die 50 mm lens in combinatie met een befaamde Sony sensor zorgt ervoor dat je prachtige portretfoto's kan maken. De Oppo Reno 10 Pro is daadwerkelijk de enige telefoon in zijn klasse met zo'n indrukwekkende portretfoto-functionaliteit. De meeste telefoons maken portretfoto's door middel van AI, maar deze Oppo Reno 10 Pro kan daadwerkelijk super natuurgetrouwe portretfoto's maken, omdat er dus ook echt zo'n portretlens aanwezig is in de telefoon. Ook op het gebied van video kun je heel veel kanten op met de Oppo Reno 10 Pro. Je kunt zelfs ook portretvideo's maken. Ook in het donker schiet hij prachtige beelden en deze beelden kun je schieten met optische beeldstabilisatie, waardoor de beelden er heel stabiel uitzien. En daarbij kun je video's opnemen met een resolutie tot wel 4K 30. Aan de voorkant van de telefoon vinden we uiteraard ook een selfiecamera. Dit is een 32 megapixel selfiecamera met autofocus. En dat zie je niet altijd op een selfiecamera. En dat zorgt ervoor dat jouw gezicht altijd scherp in beeld is. Nou, graag laat ik in beeld nu nog een aantal foto's zien die geschoten zijn met de Oppo Reno 10 Pro. Allereerst zie je een aantal portretfoto's die gemaakt zijn met die portretlens. En je zult haast zeggen dat deze foto's gemaakt zijn met een professionele camera. Nou, ook de normale foto's die gemaakt met de Oppo Reno 10 Pro zien er fantastisch uit. Dat komt namelijk door de 50 megapixel hoofdcamera. De foto's zijn ontzettend kleurrijk, heel erg scherp. En je kunt ze eventueel ook nog maken met de groothoeklens, waardoor je heel erg veel op je plaatje krijgt. Nou, al met al ben je op zoek naar een telefoon waarmee je prachtige plaatjes kan maken en hou je van portretfotografie of zelfs van portretvideografie, dan is de Oppo Reno 10 Pro echt de allerbeste keus voor jou. Laten we eventjes naar de Oppo Reno 10 Pro kijken op het gebied van prestaties.
Onder de motorkap van de Oppo Reno 10 Pro vinden we een snelle chip, namelijk de Snapdragon 778 5G. De Reno 10 Pro presteert vlot en kan alle taken moeiteloos aan. Heel erg leuk nog om daarbij te vermelden is dat de telefoon 12 GB werkgeheugen aan boord heeft. 12 GB RAM, dat is ontzettend veel, maar daar is alles nog niet mee gezegd. Dankzij namelijk een super slimme feature in de software van Oppo kun je het RAM-geheugen uitbreiden, kunstmatig. Dan snoept hij als het ware een stukje van de normale opslag af en dat komt er dan op dat moment bij het werkgeheugen bij. En dit kan tot wel 12 GB extra. Dus je kunt deze telefoon gebruiken met 24 GB werkgeheugen. Dus ook zelfs bij de allerzwaarste taken op het gebied van foto- of videobewerking of tijdens bijvoorbeeld het gamen, de Oppo Reno 10 Pro kan het moeiteloos aan. Voor veel mensen is de batterij in een smartphone een van de belangrijkste aspecten. En Oppo begrijpt dat maar al te goed. De Reno 10 Pro heeft een royale batterijcapaciteit van 4600 mAh, maar er is nog veel meer leuks om te vertellen over deze batterij. Zoals ik in het begin van deze video al zei, krijg je een 80 watt oplader erbij in de doos. Deze super speciale 80 watt oplader is in staat om deze telefoon ultrasnel op te laden. En met ultrasnel bedoel ik ook echt ultrasnel. Je kunt deze telefoon van 0 naar 100% laden binnen een half uurtje. En dat is echt heel erg snel. En die 0 tot 80% die doet hij nog sneller. Dus je kunt eigenlijk in een mum van tijd met de originele oplader deze telefoon razendsnel opladen. Ja, dan zul je je misschien wel afvragen, dat kan toch niet goed zijn voor de batterij als het gaat om levensduur? Nou, het tegendeel is waar. Want deze Oppo Reno 10 Pro heeft ook de Battery Health Engine aan boord. Dit is een hele speciale technologie van Oppo. Ik kan het je snel uitleggen. De meeste smartphones kunnen zo'n 800 keer van 0 tot 100% worden opgeladen. Totdat de batterijcapaciteit nog ongeveer 80% is van wat het in het begin was. De batterij is dan als het ware 20% slechter geworden. Oppo heeft dit aantal laadcycles kunnen verdubbelen tot 1600 met de Oppo Reno 10 Pro. Dat betekent dus dat je de Oppo Reno 10 Pro 1600 keer kan opladen van 0 tot 100%, totdat de batterijcapaciteit nog zo'n 80% is. En wanneer je dus een beetje gaat rekenen en je gaat nadat je ongeveer 1 keer per dag je telefoon oplaadt, dan kun je meer dan 4 jaar met de Oppo Reno 10 Pro vooruit, totdat de batterij nog zo'n 80% is van het origineel. Al met al, je hoeft je geen zorgen te maken over de batterijconditie van je Oppo Reno 10 Pro en je kan hem razendsnel opladen. De Reno 10 Pro draait op de nieuwste versie van ColorOS. Dat is de softwareschil over Android van Oppo. Het biedt tal van functies en handige navigatiemogelijkheden. De gebruiksinterface is intuïtief en heel erg makkelijk in gebruik. Oppo heeft ook binnen ColorOS heel veel speciale features toegevoegd waar jij als gebruiker van kan profiteren. Zo zit er bijvoorbeeld KidSpace ingebouwd, waardoor kinderen gebruik kunnen maken van de telefoon zonder dat ze belangrijke dingen kunnen aanpassen of zien. En je hebt bijvoorbeeld de geheime kluis. Dat is weer een speciale functie van Oppo, waarin je bestanden, foto's of andere dingen geheim kan bewaren in een mapje waar niemand bij kan. En zo zijn er nog allerlei dingen die ColorOS heel erg bijzonder maken. ColorOS is ook een lust voor het oog. Het ziet er prachtig en minimalistisch uit en er zitten hele mooie wallpapers bij inbegrepen. Nog iets leuks om te vertellen is dat de Oppo Reno 10 Pro ook 48 maanden Fluency Protection heeft. Dat houdt eigenlijk in dat de telefoon 48 maanden lang nagenoeg zo snel blijft als in het begin toen je hem kocht. Dus niet alleen op het gebied van batterij ben jij er zeker van dat je er lang mee kan doen, maar ook op het gebied van snelheid. Minstens 4 jaar. Ja, wie wil dat nou niet? Dus dat is de Oppo Reno 10 Pro. Het is wel echt duidelijk dat dit dus een hoogwaardig toestel is. En hij blinkt eigenlijk op elk gebied wel uit. Hij ziet er fantastisch uit, is licht, ligt fijn in de hand, heeft een prachtig scherm. Ben jij een liefhebber van fotografie en zoek je een krachtige smartphone die ook nog eens in stijl komt, dan is de Oppo Reno 10 Pro zeker het overwegen waard. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nog vragen hebben, je kunt ze hieronder beneden in de reacties stellen. Of je kunt ook contact met ons opnemen via andere social media. We heten Oppo Nederland. Vergeet zeker ook niet om ons eventjes te volgen en te abonneren op ons YouTube kanaal voor leuke updates in de toekomst. Ben jij net als wij enthousiast geworden over de Oppo Reno 10 Pro? Neem een kijkje op onze website. Daar kun je alles over de Oppo Reno 10 Pro nog eens even rustig nalezen en bekijken. Nogmaals, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Thank you.